welkom bij deze nieuwe video. Ik ben echt hier helemaal aan het lachen en alles, maar ik weet niet waarom, want dit wordt eigenlijk vandaag een beetje een negatieve video, want ik ga het hebben over een aantal slechte producten die ik de laatste periode heb ontdekt. Als jij echt een van mijn allerbeste abonnees bent en al mijn video's altijd bekijkt, dan heb je een aantal van deze producten al voorbij zien komen in een aantal video's. En ik heb hier ook een aantal producten die ik nog geen enkele keer heb laten zien in video's. Ik vind al deze producten echt slecht. Ik raad ze niet aan. Grote disclaimer, like always. Als iets niet werkt voor mij, kan het wel werken voor jou en andersom ook. Dus als ik vandaag iets bespreek wat jij echt fantastisch vindt, dan blijf het gewoon vooral gebruiken. We hebben allemaal verschillende voorkeuren, een ander soort type huid en dat soort dingen. Dus als iets niet werkt voor mij, kan het misschien wel werken voor jou. Maar ik denk dat deze producten voor de meeste van ons niet gaan werken. Ik denk zeker 9 van de 10 mensen. Hoe leuk ik het ook altijd vind om leuke, goede producten aan jullie aan te raden, vind ik dit soort video's ook altijd wel belangrijk, zodat je weet waar je vooral je geld niet aan moet besteden, voor het geval je net op het punt stond één of een aantal van deze producten te kopen. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Ik ga het gewoon hebben over een aantal slechte make-up producten. Dus vind je deze video nu al leuk, vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je ook op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Jongens, ik maak deze week gewoon 8 YouTube video's. 8, how about that? Ik maak altijd 4 video's en dat vindt altijd iedereen al superveel. Nou, deze week moet ik het dubbele doen, want ik ga een week op vakantie en ik wil niet een week niks uploaden. Dus ik ben echt die hard hier aan het werken om zoveel mogelijk YouTube video's te kunnen maken als kan. Dit is mijn tweede video die ik vandaag maak. Wat vinden we van deze make-up look, jongens? I love it. Deze look heb ik gemaakt in een video waarin ik een HEMA paletje heb getest. Die video staat, als het goed is, al online als deze video online komt. Ik zal ook even snel vertellen wat ik op mijn lippen heb. Ik heb Soir lippotloodje op van MAC. En ik heb ook de MAC Cruella lipstick op in de kleur Sweet and Vicious. Dit is een hele mooie roze nude-achtig kleurtje. Ik heb ook een hele video gemaakt over de MAC X Cruella collectie. Dus die kun je ook bekijken als je dat zou willen. Oké, genoeg gepraat. Laten we gewoon nou echt gaan beginnen aan de video. Ik heb hier alle producten in het pakje en we gaan ze gewoon even allemaal bespreken. Het eerste product is dit paletje van Catrice van de Clean ID collectie. Dit is het highlight paletje. Ik heb een heleboel Catrice Clean ID producten getest in een video. Ook die video staat er online. Ik maak echt overal video's van. En daarin heb ik dit paletje getest. En als je die video al hebt gezien, dan weet je dus al wat ik van dit paletje vind. Dit is echt een van de slechtste highlighter paletjes ever. Er komt letterlijk niks af van deze kleurtjes. Er komt gewoon bijna niks van af. Het voelt aan als krijt hier. Ik heb ze nou geswatcht op mijn hand. Je kunt niet eens iets zien gewoon. Zo slecht is dit. In die video bracht ik het aan op mijn gezicht en er gebeurde gewoon echt helemaal niks. En ik weet, een heleboel van jullie zullen nou ook denken van: Sarah, niet iedereen houdt van een heftige highlighter. Een subtiele glow is ook mooi. Dit is ook geen subtiele highlighter, jongens. Het is letterlijk niks. Je brengt gewoon niks aan op je gezicht. En het voelt een beetje als krijt. Dus het voelt alsof je iets van krijt op je gezicht aanbrengt, dat je gewoon niet ziet. Dus het voelt niet fijn aan en je kunt het niet eens zien. Dus dit paletje is echt zo ontzettend slecht. Ik weet niet wie dit paletje heeft goedgekeurd toen het uitbracht. Je zou denken dat een heleboel mensen dit paletje eerst testen voordat ze het uitbrengen. Ik kan me niet voorstellen dat iemand dit paletje gebruikt en denkt: wauw, dit is echt een goed paletje. Dit moeten we echt gaan verkopen gewoon. Dus dat vond ik wel jammer, want de Clean ID collectie van Catrice was best wel een goede collectie. De meeste producten waren echt goede producten. Alleen dit paletje, ja, ik weet niet wat er is gebeurd in de fabrieken, maar ik vind hem echt super slecht. I don't like it. Dan ga ik verder met een primer. Ik heb hier de HEMA oogschaduw primer. Deze heb ik toevallig vandaag gebruikt en ik vond hem echt helemaal niks. Het is een beetje zo'n wittige substantie. Kijk. Het is zo wittig, maar dan als je het uitblendt, blendt het gewoon helemaal een beetje doorzichtig op. Dus het blijft niet heel erg wit of zo. Het bracht echt niet fijn aan op mijn ogen. Ik bracht het aan en ik blendde het uit met dit kleine sponsje. Maar het droogde echt al gelijk op, waardoor ik het gewoon bijna niet eens meer kon uitblenden. En met gelijk bedoel ik echt gelijk, want ik bracht het gewoon aan. Ik pakte de spons. Tegen de tijd dat de spons op mijn ooglid lag, was het al bekant gewoon opgedroogd. En het werd ook helemaal zo korrelig en zo. Ik vond het echt heel
helemaal niks. Ik vond het zo slecht dat ik het gewoon een beetje heb geprobeerd om het weg te blenden. Het deed verder ook helemaal niks voor mijn oogschaduw of zo. Het was gewoon alsof ik gewoon geen oogschaduwprimer op had. Dit is een hele goedkope oogschaduwprimer. Volgens mij was hij echt 2-3 euro of zo. Maar zelfs die lage prijs is hij gewoon niet waard. Het is gewoon een slecht product. En ik snap niet waarom Hema deze verkoopt. Hij is gewoon echt niet fijn. Het is gewoon alsof je niks gebruikt, letterlijk. Dan van Makeup Revolution in samenwerking met Friends. De derde collectie heb ik hier hun setting spray. De Rachel setting spray. Ook van deze collectie heb ik een hele video gemaakt. Dus als je die video al hebt gezien, dan weet je al wat ik van deze setting spray vind. Voor de mensen die op het punt staan om deze spray te kopen en denken, oh leuk, de Friends collectie. Ik ben een fan van Friends. Als je het gewoon als collectors item wilt hebben, dan haal hem gewoon. Maar als je echt gaat voor kwaliteit, dan raad ik hem niet aan. Dit is echt de meest agressieve setting spray ever. Ik vond hem er wel echt heel cute uitzien. Het is zo'n mini setting spray. Zo'n kleine verpakking. Ik dacht ook handig voor op reis of zo. Ik ga ook binnenkort naar Spanje. Dan had ik hem zeker meegenomen als hij goed was geweest. Maar dat is hij dus niet. Dus dat vind ik heel jammer. Hij is super agressief en hij laat allemaal zo van die vlekjes achter op mijn gezicht. Oh my god. Mijn hele gezicht is ook gewoon helemaal nat. Hij maakt mijn gezicht ook echt gewoon te nat. Waardoor gewoon de make-up er echt een beetje afsmelt. Kijk, je ziet ook allemaal vlekken. Ik weet niet echt of je de vlekken heel goed kunt zien op beeld. Echt niet fijn. En laat me ook niet beginnen over de heftige geur. Het heeft echt een super, super heftige geur. Dus deze spray, ik weet ook weer niet wat er in de Makeup Revolution fabrieken is gebeurd. Ik snap niet hoe mensen dit hebben goedgekeurd. Maar het is te agressief. Het is te waterig. En de geur is echt too much. En dat vind ik wel jammer, want ik weet dat een heleboel mensen deze sprays gaan kopen. Omdat er gewoon een heleboel mensen fan zijn van Friends. Dus als je uitkomt met een collectie in samenwerking met een of ander merk of whatever, zoals hun hebben gedaan met Friends, dan verwacht ik wel dat gewoon de kwaliteit echt heel erg goed gaat zijn. En dan vind ik het eigenlijk niet oké dat ze uitkomen met zo'n slecht product. Dat is ook een beetje nalatig naar Friends toe. Dus dat vind ik wel jammer. Voor de rest was de collectie wel fijn. Dus bekijk zeker die video als je meer wilt zien. Maar deze spray, it ain't it. Dan heb ik hier van Ethos de Strobing Cream. Nou, jongens. Ik dacht bij mijn eigen, oh my god. Ik heb een dupe gevonden van de MAC Strobe Cream. Die is echt super, super fijn. Maar wel aan de hoge kant qua prijs. Dus ik dacht, oh mijn god, ik vind hier een mooie, goedkoop alternatief. Nou jongens, het is echt vreselijk. Als je hem gewoon zo ziet, lijkt het echt heel erg op de MAC Strobing Cream. Het is ook zo wittig en glanzend. Maar als je het aanbrengt op je gezicht, je wordt gewoon echt één grote glitter discobal gewoon. En het smeert echt niet lekker uit. Het smeert super, super stroef uit. En de make-up bracht er niet goed aan. Ik begon helemaal te zien dat de make-up er op mijn neus helemaal zo patchy vlekkerig uitzag. Het was echt alsof mijn gezicht droog was. Het maakte mijn gezicht een beetje droog. En ik heb al een droge huid en het maakte mijn gezicht nog droger. Een strobing cream hoort juist lekker fluweel zacht aan te brengen. Maar dat deed je dus echt totaal niet. Dus als jij dit product ziet en net als mij denkt van, oh jee, een dupe van MAC, dat is hij absoluut niet. De kwaliteit is absoluut niet goed. Ik vind hem echt vreselijk. Dus ook weer hier, ondanks de lage prijs, raad ik hem echt absoluut niet aan. Dan heb ik hier de Elf No Budge Shadow Stick. Ook deze heb ik in een video getest. Deze stick is niet fijn en dat vond ik heel apart. Ik had het echt niet verwacht. Dat had ik ook in die video verteld. Ik had echt verwacht dat deze stick goed ging zijn. Want ik heb al een aantal eyeshadow sticks van Elf die echt amazing zijn. Dus ik dacht echt, deze gaat super mooi zijn. Zo mooi goud glanzend. Als je hem zo swatcht, is hij ook gewoon heel erg mooi zoals je kunt zien. Maar als je het aanbrengt op je ogen, nou, je ziet het gewoon niet. Er is gewoon bijna geen pigment. Het blendt niet lekker uit. Het is gewoon totaal een mess. En ik was echt in shock. Want ik had dus echt niet verwacht dat dit niet goed ging zijn. Omdat ik gewoon dacht, ja, dit gaat gewoon precies zijn als de andere eyeshadow sticks. Maar dat is hij dus totaal niet. Dus deze nieuwe versie van de sticks is echt niet fijn. Ik vind de oude wel heel fijn. Maar deze nieuwe kleurtjes, nee, ik vind echt helemaal niks. En dan komen we nou aan bij het laatste product. En dat is deze Labello. Deze Labello heb ik ontvangen in een PR pakketje. En ik vind hem echt helemaal niks. Ik heb hem ook geen enkele keer gebruikt op beeld. Want toen ik hem aanbracht, ik dacht echt, wat is dit? Ik ben best wel een fan van Labello. Ik vind die altijd best wel fijn. Ik heb droge lippen. En ik vind Labello altijd best wel fijne bandjes hebben voor de lippen. Maar
deze balm lip gloss-achtig iets of wat het ook is. Het is zo crappy. De kleur is wel heel mooi. Het is zo'n hele mooie roze kleur. Al is de kleur voor mij niet mooi. Hij is iets te licht voor mijn huidskleur. Maar als je een lichtere huidskleur hebt, dan gaat de kleur wel mooi zijn. Alleen de formule is niet fijn. Het voelt heel erg goedkoop uit. Ik weet niet of jullie wel eens die hele cheap-ass goedkope lip glossjes van de Action hebben geprobeerd. Nou, het voelt dus echt gewoon precies zo aan. Je moet ook echt best wel veel laagjes aanbrengen. Het voelt gewoon als zo'n super cheap-ass slecht Action product. Niet dat Action producten altijd slecht zijn, absoluut niet. Maar jullie begrijpen wel wat ik bedoel, hoop ik. Het voelt gewoon heel slecht aan. Het is niet per se een heel, heel goedkoop product. La Bello is niet per se dat je denkt van, hè, voor 1 euro hebben we hier een product. Ik was echt helemaal zo enthousiast en blij aan het opsmeren. En toen merkte ik van, dit is eigenlijk helemaal geen fijn product. Het zit helemaal niet fijn op de lippen. Ik moet superveel product aanbrengen. Ik moet echt 100 keer weer teruggaan in de tube. En ik dacht echt, nee, dit is echt helemaal niks. Ik weet ook weer niet wat La Bello dacht. Maar ze zijn echt een beetje de mist ingegaan met deze lipgloss, lipbalmpjes. Ik weet ook niet eens precies wat voor product dit moet zijn. Wat dit moet voorstellen. Maar ik vind het in ieder geval niet fijn. Zowel niet als een lipgloss als een lipbalm. Dus deze raad ik jullie absoluut niet aan ook. Nou jongens, dit was het einde van de video. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Ondanks dat het een beetje een negatieve video is. Ondanks dat het gaat over slechte producten. Probeer ik de video altijd wel gewoon heel luchtig en leuk te houden. Dus ik hoop dat jullie er weer van hebben genoten. Let me know beneden in de reacties wat jullie van dit soort video's vinden. Als jullie dit soort video's leuk vinden, dan zal ik ze zeker vaker maken. Ik maak ze al wel regelmatig, maar niet heel vaak. En als jullie ook een video willen zien met goede make-up producten, laat me dat dan ook eventjes weten, want dan maak ik die ook. Nou, vond je de video leuk? Vergeet dan niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!